De nachtzoen. Vanavond worden we toegedekt door Noël. Haar naam betekent eerstgeborene. Ze is blij met haar geboorte en ze heeft als missie te laten zien dat het leven niet zwaar geleefd hoeft te worden. En als ze morgen niets om handen hebben, dan neemt ze ons graag mee haar slapeloze nacht in. De nachtzoen komt van theater aan de parademaakster Noël Polders. Noël, hoe kom je aan die prachtige naam? Het eerste geboortene betekent het en ik ben de eerste. En je hebt ook de Ark van Noach, is ook weer een afstammeling daarvan. En elke taal heeft zijn eigen betekenis. Zoals in het Frans is het bij algemeen bekend dat Noël kerstmis betekent. En dat is eigenlijk ook de eerste geboortene weer. Maar had je geboren willen worden? Ja. Ik ben wel heel blij met mijn leven. Ja? Ja. Kun je vertellen waarom? Ik probeer zoveel mogelijk te genieten van alles wat ik doe. En dus zoveel mogelijk op mijn manier zoveel mogelijk alles eruit te halen wat ik leuk vind. En het is niet zozeer het moeten, maar meer het mogen. En welk verschil wil je maken? Dat het niet dat het niet zwaar is. Soms heb ik het idee dat mensen heel veel alles zo zwaar vinden. Dat moet allemaal maar. En zo zwaar leven al soms. Wat betekent de nacht voor je? Of is het gewoon neutraal? Ontspannend. Ontspanning is voor mij is de nacht ontspanning. En als jij ons op bed zou leggen, zou jij ons dan zo geruststellend willen toestoppen? Of zeg je, kom op, we gaan nog even naar de kroeg? Ligt eraan wat de volgende dag is. Als je de volgende dag bijvoorbeeld naar school toe moet of je moet gaan werken, dan zou ik zeggen, lekker geruststellend naar bed. En als je de volgende dag vrij hebt, dan zou ik zeggen, kom, we gaan nog even naar de kroeg of we gaan nog even thuis ergens zitten.